The Dark Christmas! Nossie Extra! Het verhaal. Nossie is verbitterd door zijn verleden die ineens naar boven komt. Gelukkig is het gezellig kerstfeest nog niet begonnen. Om nog op tijd te zijn de engelen met spoed hem komen ophalen. Maar het loopt allemaal niet zo als ze het verwachten. Het blijkt allemaal uit de hand te lopen. Zo uit de hand dat Nossie in een gesloten kooi en in de hel terecht komt. Hoe zal Nossie uit de hel kunnen ontsnappen? Zal zijn bittere smaak zoet zijn? Hoe zou jij je voelen na een rot verleden? Wat zou jij doen? Demonen wordt ook gezien als Darksiders. Ze laten de duistere kant zien van Nossie. Nossie, het persoon waar alles om draait. Hij worstelt keer op keer met zijn verleden. Engelen, ze zijn gestuurd door Jezus en de wil van God om Nossie te laten zien om het leven anders te bekijken. De politieagenten. Ze hebben niet een hele grote rol, maar ze steunen Nossie dik en dun. Alleen ziet Nossie dat heel anders. Ook zij zijn radeloos. Jezus Christus. Hij stuurde de engelen op pad om Nossie uit het bittere smaak te krijgen. The Dark Christmas! Nossie Extra! Het begon met een doodgewone dag, hoewel, zo leek het bij het begin. Hoe ver is iedereen? We hebben nog een hoop te doen, jongens! Hier, heb je nog wat werk dat af moet? Schiet wel even op, Nos. Laat me wel rust! Rot op, iedereen! Wat is er nou met Nossie aan de hand? Geen idee, baas. Waarom mijn vader? Waarom niet ik of zo? Je verdient het niet om vermoord te worden. Zo, gij zwak hart. Wie ben jij, idioot? Een demon die jij ook wordt. Nooit! Kerst is onwijs leuk, hè? Vooral als je vader met kerst is vermoord. Hou je bek over mijn vader! En waarom draag je die kisten op je voeten? Oh, deze dingen. Dat zijn al mijn zonden. Ik ben benieuwd hoeveel jij zou moeten dragen. Wat dacht je van geen? Ik vraag het wel aan de baas, dan weten we zeker hoeveel je krijgt. Rust op mij, joh. Sorry, ik laat je even los. Shit! Wie heb je nou weer meegenomen? Wacht, ik zie het al. Een gozer die veel kisten zal gaan dragen. Maar iets te veel. We kunnen beter in het vuur werpen. En zo. Gelukkig hebben we nog touw. Nou, tot ziens, Nos. Fuck! Tot ziens, leven! Kut leven! Wat de hel was dat nou? Man, wat een nachtmerrie! Haha, wat een fantasie heeft de mens. Wie ben jij nou? Ik heb je gered van een lava, dude. Ik kom van boven om je uit je zonde te halen. Begin je ook al? Tja, was niet slim dat je met een demon meeging. Ja, hij pakte me beet. Kan ik er weinig aan doen? Je had kunnen vluchten voordat hij je pakte. Kom, je hebt nog veel te leren, Nossie. Waar ga ik nu heen? We gaan tegen de richting in van de aardbol. Daarom die tegenwind. Zo, welkom in je verleden, Nos. Italië? Dat is al 13 jaar geleden of zo. We wouden eerst beginnen bij de scheiding van je ouders, maar daar hebben we geen tijd voor. Ja, ik had daar nooit naartoe moeten gaan. Nee, je had betere vrienden moeten zoeken. Maar waarom gaan we naar het verleden, als je juist het verleden moet vergeten? Waarom neemt iedereen dat zo letterlijk? Je moet onthouden om van je fouten te leren. En je moet je verleden accepteren. Ja, daar zit wel wat in. Hé, hey, je school herken ik nog. Maar wie is hier raar gast? Jij, Nos. Ah, hij heeft gedaan wat ik al hoopte. Zo, Sip heb ik lang niet gezien met haar. Aha, Sip herken je wel, uit duizenden. Ja, zo niet te missen met zo'n lelijke kop. Jonas, ik heb al gauw een kerst thuis. Zullen we naar school, naar mijn huis gaan? Wat is er mis met games?
Er staat niks voor niks een leeftijdsgrens op en je had Sip niet moeten vertrouwen. Oh ja, ik was toen 8 natuurlijk. Zullen we een paar dagen verder reizen? Wat is dat vraag? Mart? Yep. Oh ja, dit is Mart met dat onschuldige diefstal. Het begint altijd onschuldig en later wordt het erger. Maar je weet ook niet wat er de gevolgen van zijn. Hoe bedoel je? Ja, de vader niet op mijn tafel zitten te stelen. Oh, ik wel, joh. Zo zie je nou. Hé, hey, dief. En nu verder. Kom terug. We kunnen inslaan, jongens. Ik denk dat ik het al snap. Mooi zo. Maar ik snap niet hoe je nou de rotgebeurtenis kunt accepteren van het verleden. Dat is verschillend. Van fouten leren, pijn maak je sterren. Door dit ben je wel een spion geworden. Je weet nu hoe dieven denken. Kom Nos, we gaan verder. Nu naar je oude liefde. Had ik niet dat? Je gaat het wel zien. Het is maar 9 jaar verder reizen. Hoe vaak nog? Oh, volgens mij weet ik al wie. Wat wil je zo graag vertellen, Nossie? Het is niet zo goed nieuws als je denkt, Os. Ik heb geen toekomst meer. Er is zoveel gebeurd. Ik kan niet meer voor je zorgen. Het is uit, Nossie. Wat? Eikel, waar ben je mee bezig? Over een paar jaar heb je werk. Maak het weer goed. Dude, luister. Hij heeft geen zin, Nos. Het spijt me, Tosti. Ik hield toen echt nog van je. Maar ik wou niet dat je onder mijn armoede moest lijden. Nee. Het komt goed. Je vindt hem beter. Er is zeker iemand voor jou. Je bent knap genoeg. Ja, ik weet het. Al voelt het niet zo. Hè? Ze hoorde me. Ze voelde jou zelfs. Geesten kan je voelen en horen als zachte stem in je hoofd. Ze is zo dicht bij je hart en dat maakt het sterk. Ja, we waren ook echt dol op elkaar. Zelfs onze namen met ze. Zou elkaar nog weer tegenkomen, denk je? Moet je zelf ontdekken. Daar mag ik niks over zeggen. Kom, we moeten nog één ding. En dan pikt mijn partner je weer op. Partner? Ja, er zijn totaal 3. Ik ben je eerste gast. Ik heb nu al geen zin meer. Nee, niet hier, hè? Zo, ik heet je. Dat wil je dood? Wat doe je hier, Sip? Oh, ik kom alleen je wat rusten zeggen. Ik kan dit niet meer aanzien. Ik begrijp hoe pijn het doet, maar... Als je me echt had begrepen, dan had je dit overgeslagen. Hier vraag je om. Rustig, rustig. Stop, accepteer een keer je pijn. Hou je bek! Deze vuist is speciaal voor jou! Nee, alsjeblieft. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van mijn stripfilmpje. Wil je weten hoe het afloopt? Klik op de link in de beschrijving of scan deze QR-code hieronder. Vergeet niet te abonneren om op de hoogte te blijven van nieuwe grappige en spannende strips.